Bij de Jumbo-supermarkt naast de Euroborg is vanmiddag een verdacht pakketje gevonden. De politie kreeg rond 3 uur een melding van een pakketje dat zich in een prullenbak bevond. De supermarkt werd daarop ontruimd en dat gold ook voor de vestiging van het Alpha College, de sportschool en de fanshop van FC Groningen. 2 bomverkenners zijn op onderzoek uitgegaan en het bleek om loos alarm te gaan. Er werd niets aangetroffen. Al 3 maal eerder deze zomer werden bij Groningse filialen van Jumbo verdachte pakketjes gevonden. Aan de Wilhelminakade, het Overwinningsplein en de Euroborg. Ondanks grootschalig onderzoek is er nog altijd geen verdachte aangehouden.